Een hele goede middag allemaal. Hallo allemaal. We gaan vandaag een streetfood vlog doen. Zoals in Nederland heb je een snackbar als je een beetje trekt, hè? En hier, hallo. Ik heb echt veel hier, dus we gaan kijken wat er allemaal is. En dan gaan we het voor jullie even proeven, sommige dingen. Ja, jij gaat iets heel raar eten, proeven, dus. Darmen. Dus, blijf kijken. Tot zo. Ik ga even nu als eerste even een zakje kastanjes bestellen. Die staan ook altijd over. Super lekker. Dus aan de Ben Yuskram, aan de Bier Mimut. En lekker warm. Kijk, kom. Nice. Voor 7 lira. Dus ik niet. Oh, hip. Maar wel lekker. Hartstikke populair hier in Turkije. En het is brood, ronde brood zeg maar, met sesamzaadjes eromheen. Heerlijk, ik vind het zelf super lekker. Merhaba. Smit aan de beleving. Zadels. Zullen we het doen? Zo, want het is je lekkerder. Lieren. Ook niks. Nou, zoals in België heb je natuurlijk ook de Belgische wafels. Hier heb je ook de wafels. En daar kan je echt ook van alles in gooien. Tot, weet ik veel, Nutella, crèmes, sprinkles, fruit. It doesn't matter. Dat is super lekker. Bonnetter? Bonnetter. Maar wat heb je gezegd? Ja. Jongen. Dat wordt dus zo gemaakt, de lokma. Gefrituurd. Wordt het zo? Het smaakt heel erg naar oliebol. Nou, ik ga nu een aardappel bestellen. Ik hou er zelf niet zo heel veel van, maar ik heb nu best een beetje honger gekregen. Dus ik ga er eentje bestellen. Ik ga zelf uitkiezen wat je erin wilt. En er zijn zoveel mogelijkheden, zoveel keuzes. Ik denk dat ik worstjes ga doen, mais. Ja, puur nu. Wat nog meer? Zeker kaas. Ja, ik bestel gewoon wat en dan zien jullie straks wel. Het heet kompier, hè? Het heet kompier, ja. Oké. Ik moet zeggen, het ziet er echt niet smakelijk uit. Moet ik eerlijk zijn, maar ik ga het nu wel eten. Ja. Lekker. Lekker hoor, ladies. Mm. Nou, we zijn nu bij een standje met mosselen, zeg maar. Maar het is totaal niet zoals we hier in Nederland en België gewend zijn. Dit is dus echt zo lekker, hè. En ik zal er eventjes eentje eten. Oké, dat was het eerste. Ik ben nog niet klaar. Er zit ook rijst in, hè. Ik ga er nog eentje nemen. Oké, let op. En door die rijst, dat is zeg maar, het mosseltje samen met die rijst gedaan. Dus nog eentje. Ready? Mm. Nou, we zijn nu aangekomen bij mijn nachtmerrie. Ik ga darmen eten, kokoreç. Mijn zus heeft al een keer eerder gegeten en nu ga ik proeven hoe dat is. En je kan het overal verkrijgen, op straat, buiten. Dus ik ga het nu voor jullie proeven. Waarschijnlijk weten jullie het al, maar voor mij is het de eerste keer. Oh my god. Oeh. Het is heet hier hoor. Het is gewoon dark van het schaam. Ja. darmen, lekker. Gesneden darmpjes. Kokore. Nou, updaten zien. Hadden we gedaan. Vind je het lekker? Voilà! Oh,
gaat lukken. Ja, echt? Echt waar? Dus echt lekker. Oh, vind je het dus een losse man? Nou, we zijn klaar met filmen van de streetfood vlog. Ja, ik ben vol. Ik heb nog zoveel gegeten. Maar ik vond die darmen echt super lekker. Ja, leuk. Het is toch raar? Het was echt lekker, serieus. Echt wat hebben we nou gegeten? We hebben mosselen gegeten. Je hebt darmen gegeten. Ja, smit. Koenpier, de aardappel dus. Een smitje. Smietje en kastanjes. En kastanjes. Er is nog meer, maar dat gaan we een andere keer opnemen. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Duimpje omhoog. En vergeet ook niet te subscriben op onze eigen YouTube kanaal en Facebook page. Hollandalik is. Doei!